We zitten nu in een COVID-situatie, dus wat we kunnen doen. We zijn hier naar Willem, voorzitter. Assemblée leden, na afvolg voor doen dat bij. Hoe kom op die afvolg? Ik wil een one-mec afvolg kont op straat. Meneer, alles gaat onder leiding. Ik ga me niet hinderen. Wie heeft gezegd hinderen? U hindert mij. Weet je dat ik hinder? Ja, 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 u hindert mij. Wat zei u? Heren, u wilt niet mij assisteren. Waarvoor wilt u deze mensen bescheiden papieren? Geen democratie. Een deelnemer van het verkeer op de openbare weg. Wat zegt u? Een deelnemer van het verkeer op de weg. Maar waarom mag het deelnemer van het verkeer op de weg? Is het verkeer van jou? Is het verkeer van jou? Toen politiebond bezig was met hun acties. Wie was tegen de politie? Wie was tegen de politie? Wie was tegen de politie? Even. Wie was tegen de politie? Luister. Even. We weten allemaal dat het slecht gaat hier in Suriname. Ik vraag u, als ik u moet smeken, om een signaal te geven aan de regering. Persoonlijk, als ik hier moet schreeuwen, kunnen weinig mensen me horen. Maar via de soundtruck, we zijn niet hier om dit af te branden. We zijn niet hier om met u te vechten. We zijn hier om de president, de vicepresident, de mensen van de NPS en de PL, wat hun zitten ook in de coalitie, om een signaal te geven dat we de benzineprijs beambten niet kunnen betalen. Ik vraag u alsjeblieft met al uw respect, Sakafasi, als ik maar zeg je mag doen, het hoeft niet lang te duren. Het hoeft niet lang te duren. Meneer, in artikel 21 staat het in de grondwet dat ik geen vergunning nodig heb zodra het uit vreedzaam het is. Wat raakt dit jagba? Ben je relax? Van je relax? En Aliba en Asse? Stel je wat raakt dit? Dan ben je relax. Van je relax? Eerlijkheid is eerlijkheid, respect. Mie FIRE, u FIRE, we voelen dat allemaal. En als je nu zo komt, dat we zeggen, je wilt ons anders hebben. Want als we morgen komen, hoe ben je van een gasoline, hoe ben je van een mooie toetop. Dan ben ik goed met een rustig passie, ik voel wat doen. Politieband, konastrati, de maatschappij heeft dat ik de mannen op nou aan vergunning van nou doen. Na uw goed recht. De zijde die de mim zoeken aan vergunning. Als ik ook dus de revie, nog tek aan vergunning. Dat zijn de mim tek aan vergunning. Die akkoord op spiegel protest. U moest er bij ondersteunen de man toe. U moet bij ondersteunen de man toe. Die akkoord op trein, pak ik u nu. De vergiet die. Wat zeg je te doen? Ik ben niet goed.
beloftes maar schuld. Regering, kon je niet in je dorp voor om een belofte. Maar die beloftes worden niet nagekomen. Zo toe, alsjeblieft. Congo tapa jari. Freedom! En dat is van een naso. De pura is riket in de winde, kima de kira na systeem. Brada Gansla, Michita, we proberen zoveel als mogelijk. Even. Ishitak na vreed samen wat doen? Ishitak, ik probeer, kijk wat, nou wat aan het salon doen, maar met mijn etasso. Dat zei ik heb zo, etasso, dat wordt wat kabinet. De benzineprijs wordt het elke maand aangepast wordt als het is geschreven in de kranten. Dat is 1, 2. Hoe zit het met de criminaliteit hier in Suriname? Zoals je ziet, de kleine kinderen, ze hebben honger, ze gaan stelen. Hoe gaan jullie daarmee om? En wat is de oplossing qua de benzineprijs? Want we weten allemaal dat het ook niet gaat droppen. Toch? Dus misschien heeft u antwoord daarop. En als u het antwoord dat ik aan u vraag aan het volk kan uitleggen, zou het een perfect moment zijn. Wij kunnen die vragen van u stellen aan de regering. Daarom is het gebruik dat hier petities worden aangeboden, waardoor we die zaken kunnen bespreken. Maar kennelijk hebt u dat niet. Wat wij kunnen doen, we kunnen met een vertegenwoordiging van die actiegroep zitten en de zaken doornemen, ja, op schrift vaststellen. En dan kunnen we vanuit onze verantwoordelijkheid met de regering zitten. Ik ben ook niet hier om een petitie in te dienen, omdat er petities ingediend in het verleden. Er is geen werk van gemaakt, natuurlijk niet van mijn protestactie, maar die komt ook eraan. Maar ik ben ook meer hier om u te vragen, want heel wat mensen hebben ook op u gestemd, en ook op meneer Yogi, en ook op iedereen hier, en ook op Sjaan Bena die daar achterop staat,
om even met het volk te komen praten om uit te leggen van Horispang. Wat we kunnen doen, ik benadruk het. Als u wilt zitten, want wij zeggen, we willen het pad van dialoog kiezen. Ja, als je vertegenwoordiging hebt, geeft u ons de namen. We willen dan op een ander moment met u zitten. Kijk, ik stel me wel open daarvoor. Maar mijn vraag naar u toe is, gaat u praten met het volk op dit moment? Die ook iets van u persoonlijk wilt horen of gaat u hier binnenblijven? Nee, we kiezen ervoor. Kijk, er is een crisis nu waar we serieus mee rekening moeten houden. Daarom heb ik gezegd, vanaf vroegsmorgens ben ik hier gekomen om u te ontvangen. Zodat we in een kleiner verband met elkaar kunnen zitten. Er is COVID. Voordat we verder gaan, we gaan akkoord daarmee. Maar wat ik wel wil zeggen aan de mensen die hier zo staan, is dat veel problemen voorkomen kunnen worden wanneer je communiceert met het volk. Want wanneer je communiceert en zegt van hallo, goedenavond, we gaan volgende week verhogen, dan weet het volk het. Ik wil niet opstaan en plotseling zien aan oliekring. Dat is een van de andere zaken. Je kan ook problemen voorkomen door datgene dat je hebt beloofd na te komen. Want als je het niet nakomt, dan krijgen we dit. Maar ik heb de vriendschap van de inakkoordje. Voor de rest, we zijn naar UNICE. Meneer Martinez Beekop naar buiten om het volk antwoord te geven. Meneer B, heb je zelf dat je alleen kan aan UNICE? Meneer B, heb je zelf dat je alleen kan aan UNICE? Ik heb hem alleen, ik heb hem aan UNICE. Waarom er niet een betere aanpassingsprogramma, een betere vangnet voor het volk is? Want we hebben 1000 SRD op ons salaris bijgehaald. Maar meneer Anesiki, vandaag is 16. Mijn kind van, het VO, van de VOJ school moet vandaag beginnen en ik heb geen geld. Ik heb geen geld. Dus ik wil weten als jullie een betere programma voor ons hebben. Want 1000 golu no sari, ik denk 1000 golu. En mijn pai belasting aan mijn diepsa, pas 1000 golu. Bedede. Ah, prijs ik ook heen. Tino manga skoro. Skoro tapu. Skoro grosso ko heen, moro heen. Only prijs die om een bakasani. Angadu om bori. Ko 60 golu. We beggen jullie dat je van volk, je bent van volk, in een neef pas naar Jezus. We deden in een voorzitter, assemblee leader, na een volk moet doen daarbij. Hoe kom op die volk? Ik wil nog een mek volk komt op straat hier. Hoe kom op die volk? Omdat we vieren. Onze kinderen mogen niet in de prostitutie belanden, nog in de criminaliteit. Hoe neem ik ook die confrontatie?
Jana a volksvertegenwoordiging, dus even volk kon ja, om altijd wat op je ziekiding. En ik heb ook gezegd aan de heer Pakito als leider voor actie van luister, maar we zitten nu in een COVID-situatie, dus wat we kunnen doen. Hier is hij, zou het doen, maar zoek of met contact naar de regering. Ja? Omdat je kon naar volksvertegenwoordiging, dus hoe op keus, hoe jij de nood of you, en wie dat, wie verantwoordt u in het bestel, naar zorg dat de regering die op de hoogte en de regering kon naar oplossingsmodellen. Ja? Dat wordt u nu, nou, nou, maar hoe dat pas aan dat is. Ja? Wat mij ook wat ik aan de vakbonden koesteren aan dat alle arbeiders dat is vrij voor te protesteren heeft dus aan de zakken. Hartelijk dank. Mevrouw Etnel, waar was je en waar ben je? Het volgt weer naar jou luisteren. De fuka, de hebi. Usabi, maar een oplossing. En ik go in one day. En dat om sabi do. En we do alla sanisa uma. Alla sanisa uma we do. Fukondes mana. Alla sani. Ma if you na money. In pay big skill, fire pay de. In creera problema. Van nee, maar wat zijn wat dat is voor Suriname? Het is niet in de